Welkom bij alweer de zevende video van de videoserie Het meten en communiceren van je impact. Vandaag gaan we het hebben over per ongeluk greenwashen. Iedereen weet natuurlijk wat greenwashen is, als organisatie doen alsof je groener of positiever bent dan je eigenlijk bent. Maar wat is dan eigenlijk per ongeluk greenwashen? Nou, wij zien het vaak bij organisaties die dan beginnen met de reis richting duurzaamheid, heel goed bedoeld met dingen aan de gang gaan, allerlei zaken gaan compenseren, maar niet de schade compenseren die ze eigenlijk veroorzaken. Je kunt denken aan bijvoorbeeld een eenmalige actie, als in met oudjes gaan lopen, of bomen planten, terwijl je eigenlijk kinderarbeid gebruikt in je proces. Je kunt per ongeluk greenwashen voorkomen door heel transparant te zijn, als in wat is de input die jij gebruikt van de aarde of van de mensen. En wat is de impact die je daar vervolgens mee veroorzaakt, als in de output die je met die hulpmiddelen naar buiten brengt. Verder is het ook belangrijk om gewoon je plannen te delen, als in je duurzaamheidsplannen, en vervolgens daarop te rapporteren. Dus laat ook gewoon zien als het ergens misschien even wat minder is gegaan, maar uiteindelijk eerlijkheid duurt het langst en daar zal iedereen je ook het beste voor waarderen. Dus per ongeluk greenwashen is eigenlijk je best doen, maar net niet heerlijk tegenover waar je eigenlijk de negatieve impact maakt. In de volgende video gaan we het hebben over hoe ga je impact maken op korte termijn. Als in die winst te pakken, niet op de lange termijn, maar hoe ga je daar vandaag iets goeds mee doen. Ik zie je volgende week en als je vragen hebt, dan weet je me te vinden.